Hey, hallo allemaal, goeiedag. Ik heb dit keer niet echt een vlog over iets of een dag uit het leven van een chauffeur, maar wel iets anders leuks. JobTrans had mij benaderd voor het maken van een promofilmpje om nieuwe chauffeurs te werven. En ja, ze vroeg of ik daaraan mee wilde werken. Nou, Oegema Transport heeft er ook aan meegedragen. En we hebben. Ja, met elkaar hebben zij een heel leuk filmpje in elkaar gezet. En dat filmpje laat ik zo meteen zien. Dat filmpje kun je delen. Het gaat ons allemaal weer om dat we meer chauffeurs krijgen voor dit vak. Nieuwe mensen die zich laten omscholen voor dit vak. En mensen enthousiast maken. Dus als je zelf chauffeur bent, ja, praat er ook over. Deel het. Neem ook eens mensen mee. Ja, ik vind het zelf ook gewoon hartstikke leuk om dingen uit te leggen. Binnenkort ik ben gevraagd voor de VMBO-school om als beroepsbeoefenaar om dat ook uit te leggen wat het allemaal inhoudt. De mooie dingen, een klein beetje ook wel de minder leuke dingetjes, hoort er ook allemaal bij. Nou, al met al, dit filmpje draagt er weer aan bij. JobTrans die wil nieuwe chauffeurs verwerven om ook op te leiden. En dit filmpje draagt eraan bij. En ja, ik vind het heel leuk om eraan te hebben bijgedragen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik zou zeggen, deel het. En ja, JobTrans zit helaas niet door het hele land. Maar er zijn genoeg andere bedrijven, mocht je in het andere deel van het land zitten. Ja, zoeken naar, vragen naar. Je kunt JobTrans altijd vragen. Wellicht hebben ze daar weer andere ingangen. Er zijn ook veel bedrijven die dat doen. Het gaat mij in ieder geval om dat er meer chauffeurs bij gaan komen. Het is een superleuk vak. En als je het ermee eens bent, dan nou, gewoon vooral delen. Hey, groetjes en tot de volgende keer. Hoi hoi. Ik ben Daniel Kroesen. Ik ben 41 jaar, getrouwd, twee kinderen. Ik had een jongensdroom. Mijn vader is chauffeur, oom is chauffeur, altijd ging ik mee. En ik wilde ook chauffeur worden. Ik was ervoor aan het sparen en ik was rond de 20 en toen werd mijn vrouw ziek. Heel vervelend, maar toen ben ik andere dingen gaan doen. Heb ik het laten varen. Ik had een hele goede baan bij Ongediertebestrijding Nederland. Eigen auto van de zaak, eigen planning, alles erop en eraan. Alleen telkens bleven die vrachtwagens mij voorbij gaan en ja, dat kriebelt. Elke keer weer. De medicatie gaat goed, met mijn vrouw gaat goed. En toen heeft zij ook gezegd van, goh, van joh, waarom word je geen chauffeur? Dat wilde je altijd. Nu is de economie heel goed. En toen ben ik gaan rondkijken en ik kwam uiteindelijk van drie partijen bij JobTrans terecht. Want zij gaven als enige 3 jaar baangarantie. JobTrans die sprong er gewoon uit. De opleiding zelf, de rijlessen, alles is intern gedaan. De cursussen kon ik naast mijn werk doen. En dat was ook wel heel prettig. En dankzij JobTrans kan ik mijn droom verwezenlijken. Ga met die banaan. Ja, ik ben gewoon chauffeur. Ik ben een vrachtwagenchauffeur. Een echte trucker. Denk erom. Een echte trucker doet zijn klompmut. Dus, JobTrans. Goed op weg. Hey, hallo, zeg, vind je het leuk om mij te volgen? Ga dan naar YouTube, tik Daniel Kroesen in. Rechts of links bovenin zie je een button abonneren. Klik erop en je volgt mij. Zo simpel is het. Hey, doen hè? Hoi hoi.